Hoe kijken we straks terug op het coronatijdperk? Hoe zag de periode eruit? Hoe voelde het? En hoe gingen we ermee om? Dat wil Erfgoed Leiden en Omstreken vastleggen in een digitaal archief, waaraan iedereen met een bijzondere foto, film of verhaal kan bijdragen. Nou, zoals wij, voor alles wat wij hebben, wij werken voor de eeuwigheid. Dus in dit geval ook. Het blijft voor ons altijd bewaard. Dus wij willen daar een tentoonstelling bijvoorbeeld van maken. Een digitale tentoonstelling bijvoorbeeld. Het komt gewoon in onze collectie. Het wordt gewoon onderdeel van onze collectie. Maar krijgt dan een extra tag mee, corona. Net zoals het gewone archief, wordt ook het corona-archief een grootschalige verzameling van zowel geschreven teksten als bewegende beelden. Ja, en in dit geval zijn het digitale foto's voornamelijk wat we zullen krijgen. Misschien filmpjes, misschien ook nog wel dagboeken of iets dergelijks. We weten niet precies wat mensen allemaal gaan insturen. Maar we merken nu al dat er een heel verscheidenheid aan dingen wordt ingestuurd. Ja. Inzendingen hoeven niet per se uit Leiden zelf te komen. Het archief wil een zo breed mogelijk beeld van de coronacrisis schetsen. Het gaat eigenlijk om Leiden en de omgeving. Dus de hele regio waar wij voor werken, willen we in principe dat die mee gaat doen. Zodat iedereen over 10, 20, 30 jaar nog steeds kan kijken, wat was nou eigenlijk die coronacrisis waar iedereen dan op dat moment over gehoord heeft, maar misschien niet eens meegemaakt heeft. En de jeugd van over 30 jaar, die weten dan niet wat het geweest is. En zoals wij nu nog over de oorlog praten, praten we misschien over 30 jaar over de coronacrisis. Via de website van Erfgoed Leiden kunnen inzendingen naar het archief worden gestuurd.